Hey, leuk dat je kijkt naar een nieuwe Cinemien special. Deze gaat over God Only Knows, de nieuwe film van Maaike de Jong. De vraag die ik mezelf vooral stelde bij deze film is het hebben van enkel een bloedverwant genoeg om zoveel voor elkaar op te offeren? Nou, de personages in God Only Knows lijken niet zo heel veel met elkaar gemeen te hebben, maar ze zijn wel verbonden door een hele sterke emotionele band. Dit levert herkenbare situaties op die zowel grappig als pijnlijk zijn. Comedy en drama ligt volgens mij niet zo heel vaak zo dicht bij elkaar. Dus ik ben eigenlijk wel heel benieuwd hoe ze dit gedaan hebben. Ik spreek met regisseur Maaike de Jong en drie zwaargewichten uit de Nederlandse acteerwereld. Elsie de Brouw, Monique Hendricks en Marcel Musters. Kom mee. Inner dialogue that you hear inside. This has been decoded. Doris. Hey, Hanna. Hey. Ik wou even iets met jou bespreken, eigenlijk. Het is weer mis met Thomas. Doris? Nee. Wat belangrijk is voor Thomas, is dat er rust in de tent komt. Ah! Ah! Oh, dood, man. Je zegt niks. Je doet normaal. Je zegt niks. Hey. 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 Kom jij nou door? Leuk. Wat doe je nou, Thomas? Het ging gewoon even niet goed. Even niet goed? Maar het is nu... Ja, het gaat al wel. Ik moet allemaal zelf doen. Moeilijk. Niet lachen, hè? Ik kan niet anders. Doris. Hanna, alle twee even 2 minuten je mond dicht, ja? Nou, Hanna is vrij koppig. En het gaat natuurlijk vooral over haar rol in het gezin. In de driehoek die broer en die twee zussen inmiddels zijn. Ik had in dit geval heel sterk dat ik dacht van... hoe kan je nou beter als je het wil hebben over van... in hoeverre kun je er zijn voor een ander en wat betekent dat? Wat betekent dat hoe kan je dat nou beter uitdrukken dan in zo'n close familieband? Daarin heeft zij de koppige rol, de autonome rol, vond ik heel moeilijk om te spelen. Want ik ga nogal snel mee met mensen, merkte ik, tijdens het improviseren en tijdens het draaien. Ik wil ook een schaamteloze film maken, dat mensen schaamteloos met elkaar omgaan, want dat is ook grappig, vind ik. Nou ja, en dan kom je al heel snel bij familie, ik kom zelf uit een groot gezin. En dus ja, dat zijn allemaal herkenbare situaties. Maaike heeft eigenlijk er wel voor gezorgd dat het in alle relaties iets van ontwikkeling... maar dat het, ja, ontwikkeling met horten en stoten, zeg maar. Zoals ze vroeger op vakantie gingen in een auto die het soms deed en soms niet. Op mijn blote knieën smeek ik je of je voor 1 keer 3 dagen even een oogje in het zeil wil houden bij Thomas. Wat is er te lachen? Ja, het is zo pathetisch, Doris. Ja, op je blote knieën, ja. Dus echt heel erg. Zeg. Nee, ik ga dat niet. Ik kan dat niet. Ik wil dat niet. Het is niet nodig. En Thomas kan heel goed voor zichzelf zorgen. Het is wel nodig, echt Doris, waar. Doris, voor de 10.000ste keer. Thomas kan dat alleen. Ik ga gewoon lekker naar Belgrado. Het komt goed. Ontspan. Ik ga wel even bij een buurt. Buurt, ja. Oké, goed. Prima. Doris gaat wel een beetje raakt op een gegeven moment. Is eigenlijk een heel erg een controlfreak, denk ik. En die heeft dat allemaal net in de hand. En er gebeuren dingen in haar leven die ze niet in de hand heeft. En daar is ze door gekwetst, maar dat heeft ze bevroren, zeg maar. Maar dat speelt natuurlijk dan wel door in alle andere dingen die ze meemaakt. Kom je helpen koken? Ik hoef niet te eten, echt niet. Jawel, eten. Nee, wel ik hoef eten. Niet te eten. Tom, ik heb geen honger. Ik ben thuis gekomen om voor jou te koken. Om met jou samen te koken, daar had ik me echt op verheugd. Nou, smakelijk eten. Ik vind wel heel erg dat het nog dezelfde persoon is. Ik denk dat de mensen die haar niet kennen aan de buitenkant niet zien dat er iets veranderd is. Maar ik denk dat tussen hen is er wel echt iets veranderd. Ja. Als ze elkaar nu weer tegenkomen, kijken ze niet meer op dezelfde manier naar elkaar als voor de film, zou ik maar zeggen. Mijn personage gaat door een soort kruising heen. Het speelt zich met Pasen af. Hij is helemaal aan het doordraaien en blijkbaar vaker rond Pasen. Ik vond wel het heel mooi dat het een feest was waarin en vreugde en verdriet en duisternis en lichtheid, dat dat allemaal zo een rol speelde. En hij komt dan altijd wordt dan heel erg geconfronteerd met zichzelf en moet eigenlijk doodgaan, zoals Jezus, om weer op te kunnen staan en een nieuw begin te kunnen maken in liefde. Ik weet nog, op de toneelschool zeiden ze altijd, er is geen groter drama dan comedy.
En dat voelde ik heel erg bij deze film. Ik was hard op zitten lachen. Oh, mooi. Dat vind ik een hele mooie uitspraak. Ja, ik vind het veel grappiger dan ik dacht. Ja, ik vind de film echt... Het is pijnlijk grappig, maar als je moet lachen, is het bij mij in ieder geval een soort opluchtend of juist van... Oh. Die personages zijn wel uitvergrotingen van zichzelf soms, weet je wel. Zoals Elsie zit er extreem bovenop, Monique is extreem dit en weet je, dus dat, daar hebben we wel naar gezocht. Maar nee, niet zo van we gaan een comedy maken. Meer hopen dat die herkenbaarheid zou zorgen voor een lach. Als je echt durft te laten zien de gekte of de extreemheid, wat je normaal juist inhoudt. Maar er zijn ook mensen die het allemaal laten zien en dat vind ik zelf heel interessant en dat durf ik tegenwoordig. Dus ik snap wat je bedoelt, ik snap ook dat heel veel mensen bij het zien van die film een enorme hekel zouden kunnen krijgen aan dat personage. Wat ik ook heel goed vind, weet je wel? Want het is wel een oprecht personage. Ah, nee, niet zo flauw. Kom, doe dat even uit. We gaan nu even een uurtje samen koken. 1 uurtje. Ik ga helemaal niet samen koken, want ik wil niet koken, want ik moet bezig zijn. Ik moet geconcentreerd blijven. Ik ben ook voor jou aan het ordenen. Het is niet alleen voor mezelf. God, ik heb helemaal last van mijn stem. Dan ben ik het weer kwijt! Dan ben ik het weer kwijt! We hebben 10 jaar geleden tussenstand gemaakt. En dat was toen een heel leuk experiment. En toen zei Maaike, ja, moeten we eigenlijk weer eens doen. Ik zei, ja, het lijkt me zo leuk als dan met Elsie weer en Monique. Want ik speelde toen met Monique in Penosa. Ik kreeg niet het script. Dat is echt zo ontstaan met z'n allen. En met praten over wat willen we nu maken. We hadden een soort van, het zou heel leuk zijn om een keer met z'n drie iets te doen. En Maaike was er ook meteen voor in. En die wilde ook heel graag weer een film maken zoals Tussenstand. Om eigenlijk de tussenstand van nu op te nemen. Wat er... Hoe haar leven nu en onze levens nu zijn, zeg maar, of onze generatie. En dat wilde ik graag doen met de mensen, met acteurs die ik kende, waar ik bevriend mee was. En zo zijn we begonnen. Het idee komt van mij. En we hebben echt wel met z'n vieren hebben we het plan ontwikkeld. Dit is volgens mij al mijn 14e of mijn 15e film met haar en nog met series. En je kan gewoon, zij staat overal open voor op de set nog. Zoals we het gedaan hebben, is dat we heel erg bezig zijn geweest met het ontwikkelen van de personages, van de karakters. We wisten welke scènes er zouden komen. We wisten ook welke route we ongeveer zouden lopen. En welke punten we zouden moeten aanraken in een scène. En dan uiteindelijk was er wel een soort van afscript. Met ook die uitgeschreven dialogen. Maar dat kon dan op de set weer helemaal opengebroken worden. En dan gingen zij bijvoorbeeld improviseren. Je hebt een soort bedje waar je wel op... kan vertrouwen. Maar ja, het, je moet wel een risico nemen. En dat maakt het tegelijkertijd heel spannend. En dan stuurden we dat bij en dan keek ik en dan reageerde ik daar weer op. En dan zo. Het was eigenlijk een hele organische manier van werken. Dat is lekker een film, hè? Je kan het overdoen. Dus dan zegt ze van, dat zou ik er niet in doen. Denk eraan dat je die en die en die moet je wel noemen. Verder mag je eromheen freewheelen of... iets korter of iets langer of iets dieper of iets minder dramatisch. Nou doen we er eentje. Deze was al heel zwaar, nou doen we een lichte. Ja, eigenlijk de beste regisseurs doen dat. Die zitten zelf in, die maken de muziek. Dus die balans vond ik echt heel fijn om te doen. Ik weet niet of het of ik alle films zou willen improviseren. Nee, dat geloof ik niet. Ik weet niet of ik er zo goed in ben, maar ik vond het wel heel erg leuk om het te doen. Dat pimperen van Thomas, dat helpt hem niet. Oh nee? Nee, dat helpt hem gewoon niet. Oh nee, dat helpt hem niet. Nee, want jij weet heel goed wat helpen is natuurlijk, hè. Ga maar hoor, ga maar naar je volgelingen. Ja, dat ga ik zeker doen. Moeder ja, want iemand moet het doen, hè. Ja. Iemand moet het doen. Iemand moet, someone's gotta do the dirty job. Ja, someone's gotta do the dirty job. En dat is Hanna niet, hè. Want Hanna is alleen wel aan het fotograferen. Een mooie kunst maken van moeilijke mensen met rafelige randen, terwijl ze zelf in een grachtenpand woont. Maar goed, ze heeft heel erg veel hart voor de medemens. In de kunst dan, de kunst. Weet je wel hoeveel dat kost, één zo'n kutfoto maken? Een scène als bijvoorbeeld jullie met z'n drieën, dus jullie die heftige ruzie-scène. Daarin kan je natuurlijk heel snel verzanden in een soort van dramatisch geheel. Waarin je als kijker denkt van ja, staat er helemaal lekker op te branden. Mm-hmm. Maar hoe zorg je dan toch voor dat drama blijft, dat het conflict eronder blijft zitten? Nou, door het heel persoonlijk te maken, dus door in het spel altijd heel erg echt te connecten met je tegenspeler. Dan kan er niks fout gaan, want daar gaat het toch over dat je echt contact hebt. En als je goede acteurs hebt, net als Elsie en Monique, wat de gedroomde tegenspelers zijn natuurlijk, daar kan je niet omheen dat het echt op dat moment speelt wat er speelt. Dat vonden we heel erg leuk bij de viewing. Want dat was ook voor ons de eerste keer dat we hem afzagen. Ja. Dat je ook echt heel wel, ik moest echt wel lachen om de belachelijkheid gewoon ook van de dingen. Die je in pure
in het heet van de strijd elkaar toe werpt. Dat kan gewoon helemaal niet. Dat vond ik erg leuk. Geloof ik. Kut! Nee, wat moet ik dit doen? Ga door, kijk, mens! Ga dan! Dit doen! Kut, nee, dit doen! Dit doen we niet! Hé, hou op! Nee, niet doen! Zelf opdonderen! Hou op! Je moet eigenlijk altijd het drama je laten overkomen. En dan kan je het zelf een beetje bijsturen. Omdat je als acteur als vanzelf zoekt naar tegenkleuren. Dus op het moment dat je heel erg boos bent of heel erg verdrietig, ga je dat meteen omvormen, omdraaien. Omdat mensen in het echte leven natuurlijk eigenlijk helemaal niet willen huilen. Dus als je iemand ziet die heel graag wil huilen, dan is het vaak een acteur die eindelijk het verdriet te pakken heeft. En dan, snap je, dan ga je in hangen in die emotie. En dat is natuurlijk nooit goed. Voor mij is het drama heel erg in de subtekst. En eigenlijk in de subtekst. Ik bedoel, wat er uit de mond komt, is vaak veel minder belangrijk dan de lichaamstaal, dan wat eronder zit. Dus daar regisseer ik ook echt op. Wees eens een keer denken ze aan een ander, Hanna. Het gaat niet alleen maar over Hanna Verkerk. Papa is er niet om je te verdedigen. Dat is heel jammer voor je. Dat begrijp je. Moet het allemaal zelf doen. Heel moeilijk. Moeilijk, 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 moeilijk. Ik wil dit niet meer. Ik wil dit gewoon niet. Jij haalt echt het slechtste in mij naar boven. Nou, nu pas. Voilà. Ik hoop sowieso dat het een spiegel is. Weet je, dat je doordat je de film ziet, dat je denkt van, oh ja, hè, oh, dat doe ik ook. Oh, weet je, zo irritant ben ik ook. Of, oh, nou, zo aardig ben ik toch ook wel weer. Weet je, dus dat je naar jezelf toetrekt en er wat mee doet. Ja, het is geen ras-echte arthouse film, vind ik. En dat is misschien wel een pre in dit geval. Iedereen heeft familie, over het algemeen. Dus ik denk dat het voor iedereen echt wel een herkenbare en ontroerende en grappige situaties in zitten. Omdat het een hele ontroerende en eigenlijk ook bijna grappige manier is van God only knows, maar je familie weet het altijd beter. Hij komt 4 april uit. En voor meer informatie kun je kijken op cinemien.nl. Voor een kijker zou ik zeggen. Hij is echt de moeite waard. Vind ik dan.